in de sector speelt vooral dat er veel meer expats naar Nederland komen. En daar is Den Haag een van de grootste steden van. Dus wij hebben te maken met heel veel internationale instellingen, ambassades en dergelijke, die expats aantrekken. En die moeten worden gehuisvest. Wij zijn Homeland Real Estate en wij zijn een familiebedrijf dat appartementen en huizen vuurt aan vooral expats, 99%. Die inderdaad op zoek zijn voor een tijdelijke baan die ze hier hebben. Naar een goede en een fijne woning waar ze zich thuis voelen. Een expat is op zoek naar een volledig gemeubileerde woning. Wij noemen dat turnkey. En dat wil zeggen dat hij kan met zijn kofferkleding komen. Hij hangt het in de kast en hij kan daar wonen. Daar is alles aanwezig. Het bed is opgemaakt. Er staat serviesgoed in de keuken, pannen in de kast. Internet is aanwezig. Dus hij kan daar, net als een soort hotelaccommodatie, kan hij daar intrekken voor 1, 2 jaar. Wij zijn 24/7 bereikbaar omdat we met tijdzones te maken hebben. Mensen komen over de hele wereld en zoeken huizen. En wij werken ook in de weekenden, ja, omdat juist mensen uit het buitenland gewend zijn om in de weekenden te bezichtigen. Of misschien wel aan te komen of te vertrekken. Dus wij zijn er altijd. Er komt veel meer kijken bij het vuren van een woning dan alleen een contract tekenen. Een woning kan mankementen opleveren. Wij kunnen het beheer voeren voor een eigenaar. Dat wil zeggen dat wij die mankementen oplossen. Het kan zijn dat de tuin onderhouden moet worden. Dan lossen we dat op. Maar het kan ook zijn dat de huurder komt met een probleem van waar gaat mijn kind naar school? Waar is het dicht? Waar zijn de huisarts? Dat soort dingen hoort er ook bij. Het allerbelangrijkste vinden wij als makelaar dat zowel de verhuurder als de huurder een prima match is. En dat de verhuurder een prima huurder heeft gehad in zijn huis. Dat de huurder een hele leuke woning heeft gehad, een hele goede tijd in Nederland. En dat we voor de verhuurder graag weer op zoek gaan naar een volgende huurder. Want we verwachten nog heel veel expats in de toekomst.